Dit is mijn moeder. Voor mij al 19 jaar lang een humoreuze, soms strenge, maar vooral liefdevolle en sterke vrouw. Een betere moeder had ik niet kunnen wensen. Zij een betere zoon misschien wel. Ik ben druk, luidruchtig, slecht in afspraken maken en houden. Een enorme procrastinator en soms zelfs chagrijnig zonder reden. Mam! Niet gek ook dat ze dan af en toe besluit om er tussenuit te gaan. Maar zo makkelijk kom je niet van me af. Mijn moeder gaat maandag naar Italië. Dus ik heb gisteren een ticket geboekt naar Pisa. Bro! Zwart zo vriendelijk hier, weet je moeder niet. Doei! En dan is het nu tijd voor fase 2. Goedemorgen. Dan ga ik nu de security in, dus tot ziens. Oké, tot plezier, doei. Doeg. Probleem nu. Ik kom aan hier in Pisa en ik moet naar Cardistallo, of in ieder geval in de buurt van Cardistallo. Dat is ongeveer anderhalf uur rijden met de auto. Ja, I don't have a driver's license, so that's gonna be an issue. Of een taxi, maar die zijn kapot duur hier. Dus ik dacht, ik zie wel als ik aankom hoe we dat gaan doen. En ja, ik ben er nu en ik heb wat geregeld. Yes, thanks. Zoals jullie net zagen, ik ga met een trein naar Cecina. Dat is de dichtstbijzijnde grote stad. Vanaf daar moet ik echt maar zien te liften, maar het wordt donker. Even kijken, deze gaat om 9:15. Ik wist dat ik hier laat aan zou komen. Dat wist ik. Wat ik niet wist, is dat het zo laat zou worden. Want we hebben en 40 minuten vertraging gehad in Eindhoven. En ik heb hier de hele tijd staan klungelen met dit. Het grootste probleem wat ik dus heb, is als ik laat aankom, dat ik bang ben dat ik mijn moeder mis ga lopen. En dat ik niet weet in welke tent ze zit. Mambo Italiano, hey Mambo, Mambo. Ze is in ieder geval wel op de camping. Probleem 1 opgelost, dus ik weet waar ik heen moet, maar die zorgt voor meer problemen. Mij is verteld dat mijn trein gaat om 9:50, oftewel 9:50. Maar dan gaan er 2. En I forgot to ask which one it is. Op zoek naar iemand die het wel weet, denk ik. Ik heb even opgezocht waar Lucca ligt. Dat is dus een van de 2 bestemmingen van die trein. Het ligt boven Pisa. Ik denk niet dat dat een goede bestemming kan zijn, maar dan ga ik nu even die andere opzoeken. Maar ik weet niet hoe die heet. I have a ticket for Cecina. I want to know if this is the correct train. Ja, ja, ja. De treinen hier zijn echt huge. Mambo Italiano, Mambo. Mambo Italiano. Italiano. Ik loop momenteel op de Piazza, Plaza, iets in die richting. Ik dacht dat dit lopen was, maar het is 1:30. Dus ik ga proberen of ik hier ergens een auto aan kan houden. En ik blijf in ieder geval de goede kant op lopen en dan zien we vanzelf wel. Oh, ik hoop echt zo dat ik een lift vind. This town ain't for me. I won't be staying round. This town is hard. Ik zit letterlijk tegen een boom aan. I'm not happy in this town. Dit is zeg maar de rotonde met de weg naar Cardistallo toe. En hier kan ik dus zien of er een auto deze afslag neemt. Zoals nu. Ja. Nou, mooi dus. En zo gaat het ongeveer al een kwartier. As long as I leave this town. It's a very dark road actually here. Yes. Long as I leave this town. Thanks. Bye bye. I've gotta leave this town.
Ik ben op het park. Maar als ik eerder zei, ik weet niet waar ze zit. Dus de enige optie die ik nu heb is ervoor zorgen dat ze hierheen komt. Volgens mij is de telefoon uit. In dat geval heb ik echt een probleem. Het telefoonnummer dat u heeft geprobeerd te bereiken kan uitgeschakeld zijn. Oké, okay, well, that's great. I am surprise visiting my mother. Try with the home phone? Yeah, sure. You come from Holland. All the way, yeah, she didn't even know. Ik heb hier zo niet over nagedacht. Fuck. Buonasera, signorina, buonasera. Je bent best wel vergeten. Doe je het niet dan? Hallo, kom hier, man. Kom. Ik val. Maar goed, mijn eentje. Ja. Mijn eentje. En mijn huppie. Avontuur dit. Wat een rare gozer ben je toch? Buonasera, signorina. Buonasera. Het is tijd te. 1 voor 12. En ik heb het zelf eens luchtig gecheckt. Dat je dat toch doet. Avonturen moet je soms ook hebben. Dat zijn onbetaalbaar. Oftewel, avonturen zijn niet te betalen. Missie geslaagd. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Thanks Joris voor het kijken en comment op de vorige video. Jij bedankt voor het kijken naar deze video. Laat hieronder nog even weten wat je me vond. Volg me nog even op Instagram en dan zie ik jullie bij de volgende video. Oh.